Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het is 10 uur 's ochtends en ik dacht ineens, laat ik eens een hele leuke video op gaan nemen. Namelijk dat jullie, mijn volgers, mijn dag gaan bepalen. Ik ga vandaag op Instagram vragen aan jullie stellen. Jullie kunnen dan stemmen via een poll. En daarop baseer ik wat ik ga doen, wat ik aan ga trekken, et cetera. Ik ben er een beetje bang voor. Ik ben heel erg eigenwijs. Ik doe lekker graag mijn eigen ding. Maar vandaag ga ik dat helemaal loslaten en hebben jullie dus bepaald wat ik ga doen. Ik zou het trouwens super leuk vinden als jullie alvast even een duimpje omhoog doen en abonneren op mijn kanaal. En dan ga ik nu heel snel een poll plaatsen. Ik pak even mijn telefoon erbij, want ik moet natuurlijk een outfitje aan. En ik twijfel tussen een jurkje of een broek met een topje. Het weer is een beetje zonnig, maar niet echt super warm. Dus misschien is een jurkje te koud. Maar jullie gaan alles bepalen, dus ik ga even een storytje maken. Oké, dit zijn de kledingopties. Of dit leuke witte of shoulder topje met deze toffe broek van de Bershka. Of dit hele leuke jurkje van Iconic 27 met deze riem en dan mijn laarsjes erbij. Dus ik ga het even aan jullie vragen. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Goed, ik heb hem gepost. Nu eventjes 10 minuutjes wachten tot ik reactie heb. Ondertussen ga ik alvast even de volgende vraag stellen. Namelijk of ik mijn haar stijl moet houden. Wat het dus eigenlijk is, misschien een beetje bijstijlen. Of de krultang erin moet gooien. Ik heb een beetje haast, dus ik hoop eigenlijk niet dat jullie zeggen krullen. Maar ik heb ergens een voorgevoel dat jullie dat wel gaan zeggen. Maar ik ga het gewoon lekker op mijn Instagram stellen. Jullie zien deze video trouwens later. Maar mochten jullie het leuk vinden om aan dit soort dingen mee te doen. Of benieuwd zijn naar wat ik allemaal deel op mijn Instagram. Dan kunnen jullie mij natuurlijk ook altijd volgen op Instagram. Daar ben ik eigenlijk nog veel meer actiever dan op YouTube. Dus volg mij even @LisaVanZuylen. Dat zou ik super leuk vinden. Ook deze story staat erop. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Goed, we zijn inmiddels denk ik 20 minuten later. En ik ga even checken wat jullie voor mij hebben gestemd. Dat dacht ik al. Ik weet niet of jullie het zien, maar 79% heeft voor het jurkje gestemd en maar 21% voor de broek. Dus dat betekent dat ik het jurkje aan ga trekken. En ik had die andere natuurlijk ook al ingegooid en dat is 68% wil dat ik mijn haar ga krullen en 32% wil dat ik het stijl hou. Dus ik ga even het jurkje aantrekken en mijn haar krullen. En ondertussen gooi ik alvast de andere stelling erop, want ik ga naar Rotterdam en moet ik daarheen met het OV of moet ik met de auto? Goed, ook deze Instagram story staat erop. En ik heb mijn jurkje aan. Ja, ik hoop dat het een beetje warm is buiten. Want anders sta ik zwaar verschut dat ik een beetje overdressed ben. Maar goed, ik ga mijn haar krullen. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those. Goed, ik heb mijn haar gekruld zoals jullie wilden. En ik ga nu even checken of ik de tram moet pakken of dat ik naar mijn auto kan lopen. Ik hoop oprecht dat jullie auto hebben gekozen, want ik heb nogal haast en ik ben met Beer. Dus dat is niet echt de beste situatie. Maar ik ga gewoon alles doen wat jullie vandaag zeiden. Jullie zijn echt super lief. Maar jullie hebben voor de auto gekozen. 67%. Ja, kut. Ik ga een screenshotje erin zetten, want je kan het niet zien. Dus ik ga zo spullen pakken en richting mijn auto lopen. Everything got out of now. Cause they're all in fear of you. Knowing what they are. Ik ben inmiddels in Rotterdam aangekomen en ik voel me zo'n trutje met de jurkie en de zonnebrilletje en de gekrulde haren en de Pomeriaanhond. Maar goed, ik ga nu lekker lopen naar Marietje. Jongens, ik heb het echt super koud en ik schaam me. Waarom hebben jullie voor een jurkje gekozen? Oh mijn god. Goed, ik ben inmiddels met Marietje en wij zitten bij Café in the City in Rotterdam. En ik heb even een poeltje eruit gegooid, namelijk wat gaan Marietje en ik bestellen? Is het een cocktail of is het een theetje? Ik heb hem erin gegooid, echt 1 minuut geleden. Hij is nu nog 50-50.
Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie ons een cocktailtje gunnen. Of dat jullie denken, gaan we lekker aan de thee. Eerlijk thee zou ook wel lekker zijn, want ik heb het barcode in dit jurkje die ik nog steeds aan heb. Oké, guys, jullie hebben gestemd en ik ga het even laten zien. Het is namelijk geworden. Please, geef mij een cocktailtje. 88% voor de cocktail en 12% voor een theetje. Dus jullie gunnen ons een cocktailtje. Dus die gaan we even bestellen. Oké, jongens, we gaan nu een hapje eten. We hebben dus de poll uitgeknald. Wie gaat zeggen wat wij gaan eten? De ober? Of wellicht? Wie? Iemand van de terras? Ja. Okay. Of de ober of iemand van de terras. Ik ga hem er nu in gooien. Oké, guys, met de zon zie je het niet heel goed, maar hij staat erin. Zien jullie over 10 minuten. Oké, guys, het is inmiddels een kwartiertje later en ik ga even op mijn Instagram kijken wat er uit onze pool is gekomen. Het is dus of de ober beslist voor ons of iemand op het terras en het is geworden de ober met echt net aan 53%. Dus wij mogen zelf niet beslissen wat we gaan lunchen, maar dat beslist iemand anders voor ons. Oké, nou jij mag beslissen wat we gaan bestellen. Ja, wat wordt het? Nou, we hebben ons eten. Ik weet niet of je ons hoort. Precies, staat hier op hard. Maar dit heeft de chauffeur zijn woord besloten. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, guys, het eten is bijna op. Wat vond je van de keuze van de overheerserveerster? Erg lekker. Ja. Zeker, sorry, echt heel we zijn even aan het nadenken over wat de volgende pool kan worden. Want het is inmiddels 4 uur. De dag is nog steeds niet om. Jullie kunnen nog steeds bepalen wat we gaan doen. Dus we gaan er even over nadenken. Misschien dat we straks even een tattoo gaan zetten. Ik wou zeggen, misschien een leuk klein tatoeage. Ik weet niet of ik dat durf. Ik ben heel impulsief. Dus ik zou het zo doen. Maar meer gewoon dat ik denk, heb ik dat gedaan voor een video? Is dat het waard? 100%. Want je wilt het zelf ook al heel lang. Oké, guys, ik heb hem even op mijn Instagram gezet. Gewoon meer uit nieuwsgierigheid wat jullie gaan zeggen. Nee, oké, als jullie ja zeggen, moet ik me er ook eigenlijk wel aan houden. Oké, Marietje is aan het bellen met de tattoo shop. Want ik zal even laten zien wat de uitslag is van deze story. 82% wil dat ik een tattoo ga zetten. Mag ik het nog wel eens proberen? Doe het. Dankjewel. Zit het vol? Ja, snap ik. We zijn zo last minute. Dat is zo jammer. Wij zijn inmiddels van het terras en ik kon het net even niet filmen, maar we zijn naar Tata Shop 1 geweest. En Tata Shop 1 had geen plek. Het is natuurlijk ook wel een beetje random, zonder afspraak. Dus we gaan nu naar Tata Shop 2. Ja. Spannend. Alles voor de video. Ja, het komt sowieso goed. Tuurlijk. Ik heb helemaal vertrouwen in. Er zitten er zoveel in Rotterdam. Ja. Lieve Loite, we lopen nu in Rotterdam. Het is City. Zo koud. En Lies is alleen maar aan het huilen omdat het zo koud is. Dankzij jullie. Oké, guys. Inmiddels zijn we weer van het terras. We zijn naar een paar tattoo shops geweest. Het was natuurlijk super last minute, maar jullie bepalen mijn dag. En dat betekent ook dat ik het echt ga doen. Dus we zijn net gebeld door een tattoo shop hier in Rotterdam, dat we daar nu heen kunnen komen. Dus wij gaan weer even onze schoenen aantrekken, onze jas aandoen. En we gaan erheen. En ik weet niet of dit de laatste poll wordt van vandaag. Misschien dat ik er straks nog 1 of 2 ingooi. Maar ik vind dit toch wel een hele heftige. Oké, guys, het is zover. Jullie hebben massaal gestemd en nu ga ik het tattoo zetten. Pap, mam, als jullie dit kijken. Sorry, ik heb er wel een beetje over nagedacht. We gaan naar Passion for Ink in Rotterdam. En wat ik ga zetten hou ik nog een beetje geheim. Oké, we zijn aangekomen bij Passion for Ink. Aan de Witterwit in Rotterdam. En Lisa gaat zo weliswaar een tatoeage laten zetten. Wat ik wordt heb het zo koud nog steeds. Rebels op je voorhoofd. Ja, ik dacht hier mijn lip. Wow, oh dat is best vet. Ik kan ook onderkant van mijn voeten smiley.
Nee, je moet iets doen wat je echt leuk vindt. Wat voor... Lisa? Wat zou je willen laten tatoeëren? Wacht, ik kan ook nog aan mijn volgers vragen natuurlijk. Ik kan nog een polder uitgooien. Ik bedoel, je bent toch bezig. Oké, guys, de volgende pol ga ik erin gooien. En dat is waar moet ik hem zetten? Op mijn arm of onder mijn voet? Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan zeggen. Oké, guys, we zijn nu denk ik 10 minuutjes later. Gaan we dit doen? En de uitslag is... Dat vind ik ook leuk. 76% dat ik hem op mijn arm moet gaan zetten. Nou, let's go. Die zit er klaar voor. Ze gaat echt doen, jongens. Hey. Dit is geen grap. Ik ben inmiddels weer thuis in Amsterdam. Vandaag was echt een hele leuke dag. In ieder geval, jullie hebben met z'n allen voor mij bepaald. Ik vond het super leuk om te doen. Ik heb een nieuwe tattoo erbij. Do it anyway. Ik ben er helemaal blij mee. En ik wil dit soort video's eigenlijk vaker maken. Het was een beetje een rommelige dag. Ik hoop niet dat het een al te rommelige video was. Maar ik vond het in ieder geval super leuk om te doen. En zeker voor herhaling vatbaar. Dus vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan lekker een duimpje omhoog. En abonneer nog even op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. Volg me ook even op Instagram om wat meer op de hoogte te zijn van wat ik nou eigenlijk doe. Naast mijn weekvlogs dan. Dat zou ik super leuk vinden. Voor nu ga ik lekker slapen. En zie ik jullie heel graag weer maandag bij mijn nieuwe weekvlog. Doei doei!